Collega's, ik denk ons is gereed om te begin. Het is 2:00. En ik vraag dat directeur wil een toer voor ons open met een gebed, alsjeblieft. Okay. Dank je, onze Vader, voor jullie dag. Vader, wil een bijzonder dankje zeggen voor jullie reën en die koeler weer vanmiddag. Dankzij aan die mensen wie pas gevang is met versengende hitte in andere gedeeltes van die land. Vader, dat hierdie samenkomst en die verrichtingen vandaag sal sien, en dat het allemaal vermoedelijk sal kan samenwerken in Jesus naam. Amen. Amen. Burgemeester, municipale bestuurder, raadslede, raadslede, ambtenare, directeure, bezoekers, en ook die publiek. Goedemiddag. En baie welkom bij ons eerste raadsvergadering voor 2023. Ik wil, terwijl ik die opening doe, wil ik toch vragen dat ze verzoek uit die publiek het, dat als ons praat, of geleentheid krijg dat ons praat, dat ons direct in die microfoon in sal praat, want die publiek kan ons nie hoor nie. Die publiek kan ons nie hoor nie, so dat ons die publiek die geleentheid gee om ons te kan hoor. So dis net een verzoek van my kant af. Ek wil vir u baie welkom. Ek wil, terwijl ek die opening doen, wil ek terugvraag, dat is een verzoek, uit die publiek het, dat as ons praat, of geleentheid krijg dat ons praat, dat ons direct in die microfoon in sal praat, want die publiek kan ons nie hoor nie. Die publiek kan ons nie hoor nie, so dat ons die publiek die geleentheid gee om ons te kan hoor. So dis net een verzoek van my kant af. Ek wil vir u baie wel.
Ik verklaar dat ik geen persoonlijke belangen op enige item bij die agenda het nie, behalwe natuurlijk naar die watertekort, speaker. Dank u, speaker. Koos Daniels, ik heb geen belang bij die items in die agenda. Speaker Mario Wessels, geen persoonlijke belangen op die agenda nie. President van Waardepoort. Goedemiddag, speaker. Dat is Davie Lau. Ik heb geen belang bij enige van die items op die agenda. Goedemiddag, speaker. Denman Ventura. Ik heb geen persoonlijke belang bij enige item. Good afternoon, speaker. Matthew Sheldon. No personal interest in any items on the agenda. Goedemiddag, speaker. We weten wat zeker geen persoonlijke belang bij enige item op je agenda. Ik wil die raadsleden daarop wijs bij die dringende item raken naar die tools of trade dat daar een collectieve belang is. Goedemiddag, speaker. Lizelle Roos. Ik wil net verklaar, ik heb geen persoonlijke belang bij enige item op je agenda. Speaker, goedemiddag. David Carolissen. Ik heb geen persoonlijke belang bij enige item op je agenda. Goedemiddag, speaker. Ik is Indirana. Ik verklaar dat ik geen persoonlijke belang op enige items op de agenda heb. Goedemiddag, voorzitter. Aletta van Sittert. Ik verklaar dat ik geen persoonlijke belangen bij enige items op de agenda. Dank u, speaker. Koos Daniels. Ik heb geen. Rowan Gerber. Ik heb geen persoonlijke belangen bij enige items op de agenda. Speaker Rijvan Roy. Ik verklaar hiermee dat ik geen belangen op de agenda heb. Hey, dank je collega's. Ik mis jou, Verendel Swartz. Het geen persoonlijke belang. Dat is niet een collectieve belang bij die tools of trade. Voor ons allemaal raadslid erop, sir. Goedemiddag, speaker. Agbare burgemeester, raadsheren, raadsdames, raadsleden, zowel als die ambtenaren van Bergrivier Municipaliteit. Ik verklaar dat ik geen persoonlijke belang heb in die items op die agenda, maar wel een collectieve belang bij die tools of trade. Baie dankie, raadslede, raadslede. Ek het nou die verwelkoming gedoen. Ek het vir die munisipale bestuurder gevra om 'n nageleentheid wat sy gaan kry, om die ambtenary wat niet is by ons, aan ons bekend te stel. Vir die wat ek nou nog nie persoonlik ontmoet het nie. Baie welkom hier by ons. Ons gaan sekerlik deur die loop van die tyd met mekaar ontmoet, maar die municipale bestuurder gaan daar die geleentheid kry, wanneer sy kom by haar verklarings en mededelings. Kan ons aanbeweeg na item 4, en dit spreek tot die bekrachtiging van die notule van die vorige vergadering, soos gehou op 13 December 2022. Dis die bekrachtiging, raadsheren, raadslede, the approval of that minutes. Daar is een hand, raadslid Daniels stelt zich voor, raadslid De Plooy secondeer. En ons aanbeweeg naar item 5, dit spreekt door die implementeringsverslag vir raadsbesluiter, municipale bestuurder. Baie dankie, speaker. Julle het die implementeringsverslag voor julle. As daar enige vraag is, antwoord ons graag. Ek het daar deurgewerk, ek sien alles is afgehandel of aangewys en is in proces, maar as u vra, dan antwoord ek in die administratie dit baie graag. Ja. Raadslid Adams, u het die belange verklaar, nee? Oké. Ons is net een bykie bekommerd dat u dalk in Wuppertal is en nie in Pikkie bent. Nee, dis reg. Is daar enige vraag, enige onduidelijkheid uit die notule uit? Uit die implementeringsverslag? Is u eens die besluite, soos wat u geneem het, is uitgevoerd? U het die verslag gekry? Daar gaan ons aan. Item 6, enige sake vooruitspruitend? Uit die notule wat ons nog net goedgekeur het, uit onze notule, enige sake? Dit is die notule van 13 December.
Dit was voor mij voorkom alsof daar geen is. Item 7. Verklaringsmededeling door myself, die uitvoerende burgemeester en die municipale bestuurder. Dis 2023. Ek wil vir u allemaal sterkte toewens vir die jaar. En dat u een suksesvolle jaar sal het. En dat ons lekker gaan saamwerk. Ek het eergister vir iemand gesê, ek het vir een jaar lang, het ek, want dis my eerste keer in Bergrivier na jare, het ek gesit en geobserveer en gesien en probeer verstaan hoe die systeme binnen Bergrivier werk. Ek het nou iets wat van die idee. En ek wil glo en vertrou dat ek myself ten volle tot hierdie raad my bydra sal lewer. Ek wil net aan u deur gee een paar goedjies wat ek vir myself daar gestel het vir 2023. Die besluiting van die raad, wat die raad altyd neem, word in termen van die implementeringsverslag, gaan dit naar die directie toe en hulle sien toe dat die besluiten wat ons neem, uitgevoerd word. En ek wil vir hulle daarvoor complimenteer en dankie sê. Is nie altyd makkelijk nie, but that's a job that needs to be done. En dat ons spoedig daarna sal kyk om ons besluiten spoedig tot uitvoering te bring. Oh nee, werk wel, ja. My kantoor gaan binnenkort in samenwerking met strategische diensten. Gaan ons kyk om beplanning te doen. Ek het nog nie met u gepraat nie, Aletta, maar dit is deel wat in my gedagtes is, dat ons een wijkskomitee in Daba moet het. Alright. Ons is een jaar in die tuig, wijkskomitees. Daar is baie vraag en wijkskomitees, uitdagings. En ek dink is nodig dat ons weer by mekaar kom. Om net seker te maak, ons verstaan nog ons mandaat om uitvoering te gee aan wat ons verwacht van wijkskomitees en die verwachtinge van die gemeenskap. My kantoor in samenwerking met die internal auditor, ons was in gesprek, ons kyk na die moontlikheid van die werkswinkel vir raadslede en ambtenare wat handel oor consequence management. Dis iets wat ek en sy al van verlede jaar af al beginne praat het oor, en ons is besig om nog te praat, en ons sal soos wat die tyd gaan ons vir u die informatie deurgee. Ek kyk ook daarna, ek doen ondersoek oor die moontlikheid om 2 raadsvergaderings in die finansiële boekjaar uit hierdie vertrek te vat na ons gemeenskap toe. Okay. Die tyd van die raadsvergadering gaan dalk nie teer wees nie. Ek is nou in die bevoorregte posisie dat die reël sê ek bepaal die tyd en die plek. Kan jy inlok? Dit is nou die dis die een reël wat haas dat ding. Ek nou die weet jy wat jy moet maak bepaal. Op die rekenaar. So ek sal wyd konsulteer dat ons daarna kyk. Om ten minste 2 vergaderings in die boekjare wat ons nog oor het uit te vat na ons mense toe. Ek gaan ook kyk hierdie jaar en in diepte kyk na die behoefte van opleiding vir raadslede. Ons is maar nog in die eerste jaar van ons termijn, so dat ek wil glo daar is behoefte by raadslede versekere opleiding. Dis van die doel wat ek daar gestel het om na te kyk, en ek hoop en vertrou dat ek die volle samenwerking sal kry. Ek sal niks buitensporig van u verwag nie. Ambtenarij en raadslede, alles binnen die reëls, alles binnen die wet. Dan wil ek aan u voorhou lief en leed, soos wat dit die gebruik is. Ek het verjaar die 30ste December. Daar is raadslede wat nou in hierdie tyd van Februarie gaan verjaar. Dit is sekerlik die rede ook om die burgemeester verlof gevraagd. Hy verjaar die 5de Februarie, hou in gedachte, het myne gemis. Hy verjaar die 5de Februarie, en dan Raadsheer de Vries, verjaar op by dag, die 25ste Februarie. Ek glo daar seker 'n groot technische braai ergens sal daar wees. Vol reservoir. Vol reservoir. Vol reservoir.
Nee, die chef Overjari. Die directeur technische diensten. Directeur Ventura. Is nog niet bij ons. Die reel is, als hij niet is in die verjaar in hy tyd, dan moet hy sal moet braai hom. Dit is 28 februari. So dit is die verjaarsdag wat ek tot my beskikking het. As ek nie 'n verjaarsdag van u het nie, ek vra nederig om verskoning. Lief en leed, in die MMC kantoor is daar niks waarvan ons kennis dra. Technische directoraat is daar ook niks waarvan ons kennis dra. Financiële directoraat, meneer Israel Saunders, werkzaam bij supply chain, hy sterk nog goed aan. By die MMC kantoor, ek het gesien, Sissel is terug. Soos blij om te sien, Sissel is terug. Sissel rij hier op en af. Ek het vir Sissel in die gang gekry, dus ek Sissel stampel is om die pad uit. Sissel is terug en ons is dankbaar vir die Here, vir die geleentheid wat ons het om vir Sissel te kan sien. Korporatieve dienste, daar is niks. Gemeenskapsdienste, Katrina Linnert, werkzaam bij Stuyvesant Strandoord, sy stiefpaas oorlede. By gemeenskapsdienste, Wimpie de Jager, hy is werkzaam bij verkeersdienste, sy skoonmaas oorlede. By die kantoor van die uitvoerende burgemeester is daar geen lid nie. Lief, dis net in die financiële directoraat waar Lensen verloof geraak het. Verder is daar geen lief in die rest van die departementen nie. En dan wil ek van die geleentheid gebruik maak, ek wil glo die burgemeester gaan dit doen, wil ek vir al onze matriculante baie geluk sê. Baie geluk vir die prestatie wat het behaal het. Van ons wat het nou nie gemaakt het nie. Einstein was die slimste man. Hy het ook gedryp. Op pad na sy sukses het hy ook gedryp. The failures of today is tomorrow's success. Onze kinders het ondersteuning nodig daar in die gemeenskappe. Daar is baie uitdagings waarmee hulle sit. En ons wil hulle baie sterkte toewens met hulle suksesse. Van die raadslede en en die ambtenare se kinders wat geslaag het, baie geluk. Is trotse ouers. En van u kinders wat dalk na die universiteit toe gaan, baie sterkte. Ek moet vir u sê baie sterkte. Dit is baie uitgawes. Vir alles nas was, nie na jou kykie. Baie uitgawes, so baie sterkte raadsheer Wessels, raadslid Daniels, raadsheer De Vries is permanent by die universiteit. Raadlid De Plooi, raadlid Manuel, en van julle wat daar nog wil studeer, sterkte. Ek en die burgemeester, ons gaan ook weer studeer, hou maar op. Maar baie geluk aan allemaal wat al die prestaties behaal het. En so ook intern is daar ambtenare wat ook prestatie behaal het by tersiêre inrigtinge. Ons wil vir hulle ook sê baie geluk en sterkte met die pad vorentoe. Dit is van my kant, burgemeester. Ek wil nie weer hier noem wat hier, ek wil nou respecteer wat hier is. Maar wil hem net seker, ons deputy se dogter, was die tweede beste BPIS, het 4 onderscheidings, het sy gekry. Hy was baie bekommerd om sy industrie van Percy om die ding te gaan ontvang. Dis ook om hy nie self gegaan en hy was bekommerd sy drijf eindelijk, maar sy het ook mooi uitgekom. Ja, ek wil hem seker aan die ouwers ook, aan die werkraadslede, die daddies en die papies, daddies en die mamies, en die ambtenare ook, en die oma's en opa's ook, wat kinders het wat vir die eerste keer school toe, wat ek sterkte toe wens vir hulle schoolloopbaan, die wat vir die eerste keer gegaan het, en dan ook vir die wat sy kinders matriek is, wat hulle wil ook sê sterkte vir hierdie jaar, en mag het net goed gaan met hulle hierdie. Ek was gestaan toe sê, in jou vrou, vir kinders, jy moet nou besluit, wil jy een hoender wees, of wil jy, dat ken my historie van die arend, wat is in die hoenders, en toe besluit het, maar hy wil uitstuig, hy behoort hier nie, hy hoort in die lucht, so toe sê sy, jy moet besluit, wil jy die hoender wees, wat die hele tijd, die sal krap, of wil jy die arend wees, wat uitstuig, so ek wil vir allemaal sê, alle sterkte voor, en nou wil ek ook net noem, spreker, dat ons, voor een van ons oud burgemeesters, gaat sy
wat meneer Kobe Liebenberg was. Sy vrou was in, ook in die hospitaal, ons maar net dink aan haar ook, voor de bidding doen. Hy was ook al hele tijd die by Bergevier voor ons geweest. Maar ek wil ook net noem, ek gaan nog nie paard jou nie, van Johan Botha is ook verjaren toe. Ek gaan een lommiekie bij hom op die gat gaan sit daar, zo'n Durban, wat is ook alleen bekend bij hom wees. Nee. Baie dankie, spreker. Baie dankie, burgemeester, municipale bestuurder. Baie dankie, spreker. Van my kant af net twee goed, Rasier, ek kan hoor, hy's 'n roofie. So ek wil maar net vraag, dat ons 'n groot handeklap geef vir die speaker wat 30 December verjaar het, as ek weet. Ek het selfs 'n reminder op my foon gestel, speaker, en ek het vir u gebel, so ek het hom namens al die administrasie vir u geluk gewens. So, baie geluk daarmee. En dan raadslede, ons het vanoggend by die Mykou het ook gesê, maar ek wil vir elke raadslid van Bergrivier munisipaliteit sê, ons is bly u is terug in hierdie nuwe jaar. Ek wil vir as dit loop sy ook op die platform sê, en ons wens vir u van die administrasie se kant af sterkte toe vir 2023. Mag het 'n baie suksesvolle jaar wees vir u werksamehede by Bergrivier en mag u geseend wees en u gesin ook. So van die administrasie se kant af sterkte vir u. Ons is bly dat ons in 'n span kan saamwerk en ons waardeer u. En dan speaker het gevra dat ek die mense moet bekendstel. Ek gaan agterlands Vivian begin. Lizelle, kan ek vra dat jy net vir 'n oomblik opstaan asseblief? Lizelle Roos het die 2 Januarie by ons aangesluit. Sy is die bestuurder administrasie en regsondersteuningsdienste. En as u aan die gang kry, kan u hoor waar sy vandaan kom en wat sy is en wie sy is. En ons sien uit om saam met haar te werk. Lizelle, baie dankie en baie welkom by Bergrivier Munisipaliteit. En dan Rasier het ons 2 kollegas wat net vir 3 dae by ons is. Mark Green aan die agterkant, maar as julle twee ook sal opstaan, sal ek bly wees. Mark Green is van Witzenberg Munisipaliteit en Melonies Rama is van die Weskus Distriks Munisipaliteit en hulle is deel van die Menti program van die provinsie en hulle is hier by my vir 3 dae. En ons het baie goeie gesprekke gehad en ek wens vir julle ook net baie sterkte toe met julle loopbane. Mark kom uit Municipal Policing en hy is by Witzenberg in die veiligheidsdienste en Melonies is by toerisme. So ons is bly julle kan vanmiddag saam met ons wees en geniet die raadsvergadering. Mag julle ook baie sukses in julle loopbane. Dankie spreker. Ons het nou al klaar vir direkteur van Tura baie welkom gesê in die raad, maar dis die eerste raadsvergadering waar hy ook by is. Wil jy ook opstaan direkteur? En ja, baie dankie. Dis direkteur Denwin van Tura. Ek hoor, speaker, gooi hom soos die TV Ventura. die van Tura, hy is by ons. Hy kom oorspronklik van Mangaung Munisipaliteit en toe by Beaufort Wesse draai gemaak en hy het ook begin Januarie by ons aangesluit. Direkteur tegniese dienste en hy het nou sommer in die diepkant ingespring van hierdie swembad waar daar nie water is nie. Maar ons sien uit om saam met hom te werk. Baie welkom, direkteur. Mag jy baie suksesvol wees by Bergrivier. En dan het ons nog 'n nuwe gesig in die raadsaal en ek dink Rowan moet ook maar vir ons opstaan. Rowan Gerber is aangestel as die klerk komitee dienste en sy is ook nou al gesout, sy het al 'n paar vergaderings gedoen. Rowan, baie welkom by Bergrivier, mag het baie suksesvol wees. Is daar nog iemand wat ek misgekyk het? Die res lyk almal of ons hulle al hier gehad het. Dankie speaker. Baie dankie munisipale bestuurder. Ons is nou by item 8, onderhoud met afvaardigings, daar is geen. Item 9, moties en vrae, daar is geen. Ons is nou by item 10, dringende sake. Daar is dringende sake wat onder my aandag gekom het en ek gaan vra vir die munisipale bestuurder om vir ons deur dit te vat vir besluitneming deur hierdie raad. Dankie Rasier, ek gaan eers vir u dit noem sodat u kan seker maak dat u al die dokumente het. Ons het 5 dringende sake wat vanmiddag by die raad dien. En ons gaan begin met die een wat vir u die belangrikste is en dis die tools of trade van raadslede. Ons gaan met hom begin. Dan is daar 'n tweede een en die tweede een is die artikel 29 op sy voorblad staan kragopwekkers vir watervoorsiening aan Piketberg. Dis 'n vereiste in term van die MFMA artikel 29. Ons gaan hom tweede hanteer na die tools of trade. Dan die derde een gaan oor die artikel 79 komitee van MPEC.
Die vierde een is die artikel 79 Komitee van Korporatieve Diensten. En dan is daar een MIEC-verslag. En u moet zeker maken van dat er vervangende verslag uitgekom. Na volgens de BK was daar veranderings aan die aanbevelings. En hij is uitgestuurd naar die BK en hij is die vijfde dringende item. Ik kijk gedaan naar die directeure toe, het ek iets vergeet? Is allemaal reg. Dank u. Dan is dit die vijf speaker. Wil je dan sommer laat ons begin met die tools of trade van die raadslede? Van ons oorsit naar de corporatieve diensten en portefeuille, voorzitter. Speaker, kan ik maar beginnen? Ja, speaker, die item was voorheen bij die raad ook geweest. En dat was zeker, dat is ook om hier vandaag weer voor die raad is, zodat die raad net weer, zodat hij net vandaag voor die raad weer kan doen. Dank je, raadslid. Is daar enige bijvoegings, directeur? Ja, baie dankie, voorzitter. Ja, die item wat het gedien, speaker, bij die burgemeesterscomité, waar tijdens ek opgetel het dat die aanbeveling nie korrek is in termen van die regulatie nie. En dit is ook om ons dit weer gebring het. En ons het tijdens die BK-vergadering van 13 december ook ingekom, dat is dit direct naar die raad toe sal bring. Hier is echter, speaker, een eerste verberg van vier municipaliteit. En dit is nou een van die dinge, speaker, wat ek kan als hy weggaan van Bergrivier sê, maar dit was my probeerslag. Ja, speaker het opdracht gegee en gesê, Bergrivier het nie een tools of trade beleid nie, of toegang tot hulpmiddelen beleid nie in Afrikaans. En so dit kom eindelijk van ja, speaker af. En ons het die huiswerk gaan doen in administratie en een beleid saamgestel. En die aanbeveling is echter daar so bij punt 4, dat die raad het goedkeur. En tweedens, die regulatie bepaal echter dat die MEC of die LER vir plaaslike regering in die provincie dit ook goedkeur en dan ook net dit bevestig waarna ons dit kan implementeer. Net ten opzichte, speaker, van die implementering van die data, van daar het die nieuwe regulatie uitgekom 2 November, is dit een wijziging op die regulaties vir die tools of trade, wat die tools of trade insluit. Daar die data, 300 rand data additioneel wat voorheen weggeneem was, daar die opties sal ons echter bied aan die individuele raadslede soos bespreek, om te sê of hulle wel die data wil opneem en of hulle die geld wil hê. Ons het so'n vorm in ons selfoonbeleid, wat is dan net sal ook verander vir raadslede en daar die optie kan raadslede dan uitoefen. Baie dankie, directeur, raadslede, raadslede in enige inzette. Ek wil net van my kant af, daar is net een rechtstelling wat gemaakt moet word. Dus binnen die tools of trade, bladzij 4, item 6, personal security to the executive mayor or mayors and speaker. Subject to a threat and risk analysis, the conditions, dat ons net dit in lijn moet bring met die soos wat die gazet daarna uitsien. Ons moet dit in lijn breng. Ons wil dit nie heen nie, maar dat dit net so sal reflecteer, dat ons nie iets anders sê in die beleid as wat die gazet sê nie. Ons is eindelijk gerechtig daarop, maar ons neem het nie op nie. Enig iets anders, raadslede, in die tools of trade? Raadheer Wessels? Voorzitter, net een vraag van uitklaring. Die directeur het nou genoem dat ons moet een besluit neem als individue oor wat ons die data hee of die op plaats 7 van die beleid testpunt 3. A method of acquiring data service could either be through a personal contractual agreement of prepaid. Nou, as jy die sin lees, is het volgens eie verantwoordelikheid.
is dit die teenstrijdig met die beleid wat nou gevra gesê is. Ek net vir uitklaring. Nee, dit is so, speaker, en sal dit net reggestel word ooreenkomstig, soos jy sê, ooreenkomstig wat die nuwe regulasie wat in 2 November uitgekom het, dit ook die ooreenkomstig aanpas dieselfde. Baie dankie. Raadslid De Plooy, u het dit voorgestel? Dis korrek, speaker. Kan ek 'n sekondant kry? O, Raadslid Emmanuel? Nou, maar net voor sekondant, kan ek net word by die direkteur, wat is die keerdatum wat ons by moet wees, is daar keerdatum verbonden met die opties wat ons kan neem? Asseblief, dankie, speaker. Ja, ja, speaker, die R300 lê nog by die MEC. Die direkteur knik vir my, het nog nie die terugvoer van die MEC nie, en hierdie gaan ook eers na die MEC toe vir goedkeuring. So sodra die MEC daai twee goedgekeur het, ons het gister by die prep meeting vir die direkteur koöperatief gevra om alles van ons wat uitstaande by die MEC lê net op te volg, daar is ook ander sake, en dan sodra die terugvoer kom, is ek seker koöperatief sal vir u alkeen 'n persoonlike e-pos stuur om te sê nou is dit goedgekeur, nou kan u dit kom reël. So ek reg so, direkteur? Heel te maak korrek, en speaker, ek kan net ook terugvoer geen aanleiding van die versoek. Die skrywers is Lazelle en Wessel reeds besig, en het ek die eerste draalval reeds ontvang vir die MEC, en sal het vandag nog voor einde van die dag of vroegoggend by die munisipale bestuurskantoor wees, soos versoek gister. Ek kyk nou vir u ver langs. Maar ja, daar was een sekondant, raadslid Moelman. Kan ons aanbeweeg naar die volgende item? Dankie, speaker. Ek wil net by burgemeester oog gooi. Wil burgemeester om doen of kan ek om maar doen? Dankie, burgemeester. Raadslede, dit is hier artikel 29 MFMA 1. Dit gaan oor kragopwekkers vir watervoorsiening aan Piketberg. Het nou die afgelope 2 weke, sedert 11 januari, het u op al die publieke kennisgewings wat uitgegaan het, kennis geneem dat van die 9 dorpe in Bergrivier is 8 van ons dorpe heeltemal genoegsame water, maar in Piketberg sukkel ons om die reservoir vol genoeg te hou, sodat almal in die dorp water het, en die hoofoorsaak is die verlengde beerkrag deur Eskom. Onder vlak 6 het ons net 13 ure 'n dag om te pomp en ons het 20 ure nodig. So ons raak agter. Ek wil van die geleentheid gebruik maak en sou dit my spesifiek gevra om dit te doen, om baie dankie te sê vir Eskom Piketberg se werknemers wat ons gehelp het om self die switching per hand te doen vir 2 dae sodat ons onophoudelik kon pomp, en dit het ons deurgehaal so 'n week terug. Op die oomblik is die reservoir vlakke nog steeds krities. Ons lê op 36% op ons een dam en so op 24 op die ander dam. Ons het sterk waterbeperkings ingestel. Maar hierdie item wat voor u lê kom uit artikel 29 van die MFMA. En as u oopmaak, sien u die agtergrond. Ons het toe onvermydelike en onvoorsiene uitgawes moes aangaan om 'n baie groot genset. Dis 550 kVA en 330 kVA saam 880 kVA. Sou sê vir my, so 'n genset is so groot soos die helfte van hierdie raadsaal. En hulle gaan hom met 'n flatbed bring. Ons moes dit prokeer om seker te maak dat ons dwarsdeur load shedding sal kan pomp. As u nou aan 'n generator dink, raas dit Koos Daniels het nou so mooi verduidelik, as iemand aan 'n generator dink, dan dink hulle dis glad nie wat 'n mens in 'n munisipaliteit kan gebruik nie. So hierdie genset gesamentlik kos R2 miljoen. U sien die bedrag daar op P3, en ons het 'n dringende spesiale BK gehad. Ons het deur al die prosesse gegaan van artikel 29, en die burgemeester, die CFO en ek het dit goedgekeur, en ons is in die proses. Maar nou vra artikel 29 dat ons by die eerste raadsvergadering daarna dit aan die raad voorlê. En dan moet ons ook dit binne 60 dae moet ons dit op ons aansuiveringsbegroting aanbring. En die CFO is besig met daai proses. Ek kyk net vinnig van die CFO, CFO moet die raad kennis neem of moet hulle dit goedkeur? Speaker, ja, die wet sê die burgemeester lê dit net voor aan die raad. So dit is nie nodig vir goedkeuring nie, dit is net vir kennisneming. Dankie, speaker, dit is die item. Baie dankie, munisipale bestuurder. Enige vrae? Enige onduidelikheid uit daai item uit? Enigiets wat u nog verder dalk wil weet? Raadheer Menno?
Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik wil net weten hoe lang het gaat duren terwijl ons mensen op dit stadium gebukken gaan onder die watercrisis als de volgende is kom. Zo so, na die besluit of nadat de burgemeester dit besluit genomen samen met de spaarbestuur en de CFO, hoe lang gaan het duren om die krachtopwekker, zeg maar, een perfect te krijgen? Raadsheer Menil, ja, ons wou het al gister gehad het. Daar is processen aan die gang en die ambtenarij is druk bezig om die gensets hier te krijgen. Ons is terdeur bewust van die druk wat het plaats op die gemeenschappen. En ons wil in zelfs asem vir die gemeenschappen bedanken wat saamwerk met die waterbeperking wat ons noodgedwonge moes instel. Want ons reservoirs wat ons heiliglik het, was so te sê leeg. Dit is maar een gesikkel om hom te kry op die vlakke waar ons hom wil hê in hierdie tyd in die afwesigheid van die gensets. Maar ek wil glo. Direkteur, as jy dalk verdere inligting het, burgemeester Raadsheer de Vries, kan jy byvoeg? Burgemeester? Kan ek net gou voor die oor die proses, miskien moet ek net noem in die Raadsheer dat die proses is eintlik al klaar in die gange met die aankoop. Ons bring het maar net vandag om te rapporteer van die wetsheer, die burgemeester kan in die nood, en dis ook om die burgemeester met die BK, met die portofolio voorsitter en die direksie, dus in gesprek juist gehad, om een nood daaropwekkers aan te koop. Dit was klaar afgeteken en die bestelling is klaar geplaas en alles en so. Ek denk dat die directeur moet net verduidelik op die vraag wanneer sal dit in plek kom, as dat ons nie weer met die sele probleem op die oomblik sit nie. Directeur? Dank u, voorzitter. Dit is bevestig vanmiddag geweest dat die boot sal eerst toegelaat word om te dok die 2 februari en dan sal die gens beskikbaar wees die 6 om op te tel en deur te bring. Die hele proces gaan oor die douanes en die goedkeuring om deur die systeem te kry. Baie dankie, directeur. Nog een verdere vraag. Andersens neem die raad kennis. Baie dankie. Munisipale bestuurder. Dankie, speaker. Die derde item en die vierde item oor die artikel 79. Wil jy, ek moet dit hanteer? Burgemeester. Okay. Dis reg? Ek sal dit hanteer. As jy dit wil hanteer, dan kan jy dit hanteer, burgemeester. Okay. Collega's, ons het eet nou dit gekry, leesbandeer is nou, even as ek, het nog nie vooraf gekry nie. Het gaan oor die, dat die allemaal daar kennis van die appellimits wat uitgekom het, wat vir ons sê oor wat komitees se voorsitters kan permanent wees en wat die voorsitters mag nie permanent wees nie. En is in my en die speaker ons besluit om so saffeling te doen hierso. En dit is die een gaan rondom die artikel 79, wat nou in die raad direct rapporteer, omdat ons die wet maak of ons perifier is net gerechtig op twee BK-lede, behalwe die onderburgemeester en die burgemeester is ons net verantwoordelik vir 2 BK-lede en nie 3 BK-lede nie. Dis ook om die raad besluit het om artikel 79 komitee en dan vir die raadslid te plooi. Maar die wet maak nie voorsiening dat hy voltyds en dan ook die dan maak hy ook verder voorsiening dat die impact permanent kan wees. En dis ook om ons vandag dit op die tafel bring om een verandering te maak. En voorstel speaker, dit is in die verslag in, dat ons vir raadslid Moelman aanwees as die voorsitter van coöperatieve dienste. En waar zijn? En dan ook vergoeding op die, wat die appellimit sê, part-time basis, en dat hulle, dat dit bly sjelle, die besluit wat die raad geneem is oor die
rapportering en allerlei bly precies hetzelfde. So is maar net die verandering van die voorzitterskap en bij die artikel wat die impact voorzitter is die voorstel daar so dat die raad ook kan man kennis neem en dan dat die raad voortdits of voorzitter aanwijs. Maar dit moet dan ook deur die MEC goedgekeur word. Ons kan nie besluit, die besluit wat ons neem is nie die wet, is nie die finale besluit nie. Die minister van die wetenskap, plaaslike regering, moet overweging gee en hy keer dit goed. So ons moet nog dit na die minister toe stuur. En dan is die voorstel dat raadslid Adam de Plooy aangewys word as die voorzitter daarvan, van die komitee. Het staan nou hier so deeltijds tot die afwandeling van die proces in paragraaf B met die ingang van 1 februari. En dan is ek maar dat al die ander die aspekte wat die raad reeds getrokeer het, dat het dieselfde bly. In kort, dat is nou in kort. Hey, dankie burgemeester. U het sommer nou al twee items hanteer. Dit is die section 79 en die municipal public accounts. Enige vraag, is daar enige inzetten? Enige vraag? Laat je meneer. Dank u, speaker. Speaker, ik wil net weten dat die artikel 79 comité, wat reeds die afgelopen jaar gefunctioneerd als voorzitter van die coöperatieve diensten, die afgelopen jaar was ons een lijn, of moest hij niet als voorzitter raad het aangesteld geweest het nie? Die vraag is, spreker, die voorzitter van die coöperatieve diensten, die moest nou artikel 79 aanstellen. En die burgemeester moet beroep op section 53, zodat hij kan rapporteren aan die burgemeester. Nou, daar directief uit dat vanaf, is ik recht, 1 februari, dat die voorzitter van die impact is dan een voortdurende raadslid. Met andere woorden, vanaf verleden jaar na die verkiezing, het ons gefunctioneerd met de voorzitter van de coöperatieve diensten als een voortdurende raadslid. Was dit recht zo voor de afgelopen jaar wat ons gefunctioneerd het, of is die directief wat uitgereikt was verleden jaar, was het ons het verkeerdelijk gelezen of geïmplementeerd? Kan u mij net recht helpen, alsjeblieft, spreker? Dank je, spreker. Ik wil net een rechtstelling maken op wat raadslid gehoor het, wat burgemeester gesê het. Raadslid Adam, als hij vanmiddag deur die raad aangewys wordt als een impact voorzitter, is niet van 1 februari af voltijds nie. Dit wat u vanmiddag in hierdie item moet besluit, is of als die raad besluit dat die impact voorzitter voltijds is, dan wordt het aanbeveel aan die MEC, en die MEC moet een besluit neem. En ons kan het nie implementeer voordat die MEC daar besluit geneem het. Dis hoekom die item sê, hy sal deeltijds vergoed word. Die artikel 79, korporatief, is een deeltijdse pos. Soos dit in die upper limits, en soos wat u dit besluit het in November 2021. Ons het net, soos burgemeester gesê het, ons het net 5 voltijdse raadslede in die raad, die burgemeester, die onderburgemeester, die speaker, en 2 mykoulede in termen van ons establishment notice. Baie dankie, municipale bestuurder. Oké. Nou, speaker, jammer speaker. Kan ik een vraag vra rondom die item? U mag. Speaker, ik wil graag weten wat is die financiële implicaties vir so 'n verandering aan voorzitterskap, want ek tel dit op in enige van die 2 verslae nie. Oké, dus is een vraag, die financiële implicatie. Ons gaan voor u nou antwoord, raadslid Adams. Nee, al wat ik wil gewoon weten. Ik denk wat raadslid Meniel voor vraag is. Die vergoeding wat die section 79 voorzitter ontvang het, vanaf zijn aanstelling, was het een permanente vergoeding? Was hij zo vergoed? Of was hij... Maar goed, volgens die sittings wat hy waargeneem het. Baie dankie, raadslid Adams. In termen van die eerste vraag, die
financiële implicatie is dat, zou die MEC dit goedkeur? Impact, dan is dit een voltijdse aanstelling. En dat wordt zo uitgewees binnen in die upper limits, die nietste upper limits notice. Ek is niet zeker van die bedrag nie, maar dit is geskoei op een voltijdse raadslid. In termen van die vraag rondom die vergoeding, dit was so goedgekeerd, ja, nadat die raad het goedgekeerd het, februari maand, en ek denk voorheen ook, hierdie raad het so goedgekeerd, die section 79, iemand aan die raad kan section 17 aanstel soos wat hy goed dink, tot voordeel van die raad, en dit was ook die gebruik, en die vergoeding daar volgens was ook so goedgekeerd in ons versoek naar die MEC toe, in termen van die upper limits notice. Municipale bestuurder, wil u daarbij bijvoeg? Nee, dat is 100% correct wat u sê. Ek het nou nie die upper limit notice voor my nie, maar as het manual my sal vergun, sal ek het vanavond vir u stuur. Die upper limit notice verskil elke jaar. Die vorige upper limit notice het specifiek verwijs na artikel 79 komitees, deeltijds en voltijds. Die huidige upper limit sê net MEICO en dan other committees of council. So, ons het dan maar na die bedrag gaan kyk om die aanbeveling te maak, maar ek sal vir die nietste upper limit notice, ek denk het was, directeur coöperatief, dit was mei verlede jaar, of november, juni, het was juni verlede jaar. 2 juni. Ja, 2 juni, ek wil om vir u aanstuur met die bedrag. Ja, en die wijziging in november 2022. Ek sien die hand. Dank u. Dank u, speaker. Speaker, ek denk die argument met my is dat die voorzitter van die artikel 79 komitee van coöperatieve diensten was in die vorige jaar was dat een voltijdse voorzitter positie. En vanaf 1 februari is dat niet meer voltijds nie, maar is die voorzitter van die MPEC komitee nou op voorzitter. Dus, en dat is die verskuiving wat nou kom van raad de plooi naar die MPEC toe. Nou is my vraag, die feit dat die artikel 29 voorzitter van coöperatieve diensten niet meer voltijds is nie, natuurlijk die burgemeester kan skryf in die raad, kan skryf soos ons nou na goed denken van ons, van die pensionering. Is het weer eens dat die afgelopen jaar wat ons besluit geneem het, oor hierdie positie wat voltijds is, het ons een rechte besluit geneem, was het in lijn geweest, en na een jaar, hoekom sou die MEC, natuurlijk een namens die MEC antwoord nie, maar een jaar, dit nou verander, en sê, dus die voorzitter, my vraag is, het ons dank die directief van die minister, verlede jaar, verkeerdelijk geïmplementeerd of gelees, al dan nie. Het is niet meer bekommernis spreken. Ik op die vraag. Ons is tans bezig in gesprek. Ik noem dit net. Waar ons juist gesprek, die MM en die, denk die directeur is bezig met hulle, wacht nog op het datum. Juist om die raad, van die raad het die besluit geneem. Nee, die burgemeester, die volle raad. Die volle raad het die besluit geneem. So, hulle moet vir ons inlig. Daar is een verskillende interpretatie van ons kant af met die administratie ook op die veranderings wat gekom het in die upper limit notice. Wat die voor ons duidelijk is ook, juist, is het terugwerk en allerlei klomp vraag. So, klomp vraag wat ons al weet. So, die gesprek gaan nog afkomen ons. Maar ook die minister het alles goed gekeer. Maar dan is alles goed gekeer, wat die raad goed gekeer, die minister ook goed gekeer. So ons wil nog net uitvind, wat is die interpretatie van die nieuwe upper limits wat er gekom het? En want dit is Jesus vraag, ons het het goed gekeer op aanbeveling van die administratie, en ons wil ook die administratie blameer daarvoor nie, hulle het ook, hulle sien en raad, so ons wil net, ons gaan nog eerst die gesprek het, voor ons nog inderdaad, ek wil nie inderdaad iets noem, voor ons die gesprek gehad het met provinciale regering, rondom dit nie, want dis hier, ons het hier in die innerste as, ander misparatief wat nie selle boekie sit, as ons wat die selle type besluit te geneem het, ook op vorige upper limit notice, wat dink, raslid, amper sê ek weer raslid, kort sê,
Directeur Kotsi het nou juist gesê, februari maand of juni maand, en toe zijn ze die appellimmers weer, toe weer bij ons uitkom, denk november maand daar rond. We staan in de weer het zijn ze, en ons wil daarna gaan kijken. Baie dankie, burgemeester. Onderburgemeester? Speaker, ja, ik dank dat burgemeester het me gedek, maar die november een was die amendement ene wat die verwarring veroorzaak het, en dis die ene wat nou by emissie lê. En dat het toegelaat dat ons nou hierdie onderzoek moet instel as ons regtegnies reg. En zodra ons uitspraak krijg, is ek seker dat burgemeester sal rapporteer aan die raad. En dit is hoekom ons vandag hier is om die skuiwe reg te maak, burgemeester. Maar ek dink jy, ons is nou op die punt waar ons nou raadsheer Manuel volledige antwoord kan gee of ons regtegnies reg was. Want by amendment van die section 79 het gebeur in november maand. En ons financiële jaar het begin, of die termijn het begin, net voor dit. Nou weet ons nie wat die financiële implikasie, ons weet jy of het gaan staan, want Kopte het sone samenspreking net die ding uitgebring. Vorige jare was section 79 by voltydse raadslede en by deeltydse raadslede. En eweskeerlik was section 79 komitees uit voltydse raadslede en net impact voorsitters was by voltydse raadslede gesit. En dit is huidiglik die toepassing van sake en ons wag nou op vir emissie om vir ons 'n besluit te maak in terme van dit. Baie dankie, onderburgemeester. En dan verder by dit, het daar my maand het daar 'n regulasie uitgekom wat die verandering in die Stratsis Act aangebring het oor voltyds, fulltime impact, section 79s, even the appointments of whoops. Daar was gesê voorheen, munisipaliteite kan whoops aanstel. En ons het amper permanente hoop aangestel, net om 'n maand daarna of my maand te kom hoor, nee, dit is net van toepassing op 'n raad wat 40 en meer raadslede het. So dit is al hierdie onduidelikhede wat die raad met die MEC en die ambtenare betrokke in gesprek is oor, en ons sal die raad daaroor dien ooreenkomste inlig. Collega's, as daar geen verder vraag is nie, kan ek 'n sekondant kry op die voorstel van die burgemeester voor die 79 en die impact. Sekondant raadslid Oos Daniels. Collega's, dan die volgende dringende item van munisipale besteder. Baie dankie, speaker. Dit is dan die vijfde een en dit gaan oor MIEK, die DPIP, en ek kan sien, Raadsheer de Vries kan nie wag om dit aan ons voor te lê nie. So met u toestemming gee ons graag oor na hom toe. Raadsheer de Vries? Speaker, nie, ek aanvaar nie die opdrag van die MMD-verband nie, met die toestemming. En jy sal onthou, ons het gedurende die BK al lang gesprek daarover gehad, en is daar sekere veranderings aan die voorstel wat ingedien is by die BK aangebring word. En terwyl ons toe nou 'n ander sitting was, het die direkteure hulle self daarmee bemoei, so met die toestemming wil ek vra die direkteur tegniese dienste dit indra asseblief. Okay. Direkteur tegnies? Dankie, voorzitter. Ja. Ons lê die item voor die goedkeuring van die raad, sodat ons registrasie by MIEK kan doen vir die aansoek van fondse. Ons het bepaalde veranderings aangebring om in te sluit sportprojekte soos deur die BK aangevra. Moet ek my item verloor. Ons het die nuwe item aangestuur met die nodige veranderings.
Oké, je zal dan zien op plaats. Verskoon toch, ik is een beetje. Die plaats heeft verschil nou van die oorspronkelijke een af. Ja, dat is een keer directeerd. Ja, ja, dit kopie misschien wat uitgedeeld. Ja, is dat maar spruisje. Ons het oorzakelijk dan voor de volgende. Ik heb hem in mijn finaal gekregen, jammer ouwe. Ons het dan aangewezen die de enige projecten voor die 22-23 jaar. Wat bijgekomen het, wat ons moest bijvoeg volgens die besluit in die BK, was dan die reservoir, wat ons nou dan gaan beginnen met constructie in februari. En dan voor die volgende jaar, kijk ons naar die projecten op bladzij 4. Daar zal je zien die reservoir, die generators, wat ons dan nodig heeft om te verzekeren dat ons water kan leveren. Soos aangedui is dat ons verwag om nog voor die volgende 2 jaar load shedding te het soos ons dan zit. Die voorziening van water dan is essentieel, net so ook die suivering van rioolwater wat een gezondheidsrisico is. En dan het ons dan bijgezet dan die 2 sportgronde sportprojecten soos aangedui. Ons gaan dan een bedrag van R650.000 additioneel van eie fondse nodig het om die projekte te kan deerdra. Ons vra dan net dat die goedkeuring vir die projekte soos dit daar so genoem sal geskied vir die MIEK tydlyn wat 31 januari sluit. Baie dankie, directeur. Enige vraag? Enige inzette, raadslede? Enige onduidelijkhede? Kan ik een voorstel dan krijgen dat ons die verslag zo aanvaard? Raadslede Vries is daar secondant. Raadslid Small. Collega's, ons het dan en die einde gekom van ons dringende zaken. Is dit reg? Ja. Kan ons dan aanbeweeg na afdeling A, item 11. Final approval of the staff establishment. Raadslid De Plooy. Ja. Voorzitter, ja, die directoraat het die staff establishment met alle rolspelers binnen die organisatie geconsulteerd. En dis vandag hier voor die raad vir goedkeuring. Dankie, raadslid De Plooy. Enige vraag, enige inzette? Enige onduidelijkheid rondom die item? As daar niks is nie, kan ek 'n voorstel kry? Die voorstel, is daar secondant? Raadslid Moelman. Kan ons dan aanbeweeg na item 12? 22-23 mid-year budget and performance assessment compiled in terms of section 72 of the Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003. Who will deal with that? Burgemeester se verslag, maar met sy toestemming sal kan ek dit ook doen, speaker. Kom ons dan. Ons kan kyk met aanlei, speaker. Net om, jy weet mas nie, mid-year budget is mas maar volgens die section 72 van die MMVMA wat sê dat voor 25 januari moet die aan die burgemeester verslag voorgelegd, dat word het die CFO nog bykie voorgekom, en die burgemeester moet in 31 januari moet hy met die verslag aan die raad voorleg, so ons is hem nog bykie voor vandag, en dan kom ons het nog vandag die medeer budget en performance assessment aan die raad voorleg. Het zijn nog wel noud, maar dan raad je dus rechter om ook vraag te vragen. En dan gaan maak het ook maar net om, is die aanbeveling maar net om voorziening te maken voor die aanzuiveringsbegroting, wat ons graag op wil hou met
die nou specifiek op die kragopwekkers wat nou moet in die begroting, aansuiveringsbegroting kom, en dan zou ook andere aansuiverings gedoen moet word, en dan moet dit ook nog vir die publiek bekend gemaakt word. Baie dankie, burgemeester. Enige vraag, enige inzette rondom daar die item? No questions asked. Can I have approval for that? Councillor Daniels. Can we then move to item 13, 2021-22, draft annual report submitted in terms of section 127 of the Municipal Finance Management Act 2003, Act 56 of 203. Mayor? Speaker, dat is ook maar weer eens. Dat is die draft report, annual report 2021-22. En dat is ook maar net om te sê, dat moet dan die publiek bekend gemaakt word en ook aan die relevante, ook aan die staatsorgane gestuur word. En dat het ook verwijs word naar die, nou na die impact toe, wat natuurlijk moet ook aan de oversight proces gaan beginnen daar zo. En dan in een dag kom het moest maar weer naar die raad toe. Thank you, Mayor. Is there a second? Is there any questions? Any questions, any clarity in terms of this item? If none, can I have a second for the mover? Councillor Moorman. Can we then move to section B, the ad hoc committees for notification, item 14, 15. I just wanted to say something on item 16, which speaks to the reports on the ward committees. It's important, these items are there, that if there's anything within your ward committee, councillors, ward councillors, that needs the attention of any committee of council, or even the MACO, or this council, moenie huiwer om die items te bring nie. Dat dit nie 'n refleksie op jou as 'n raadslid nie. Dat dit net wys net die effektiwiteit van ons wetskomitee is. Vir die afgelope jaar was daar nou nog nie, en ek wil glo, dit is as gevolg van die communicatie wat daar is tussen u en die wetskomitee is, dat sake wat daar uitspreid spoedig afgehandel word. Maar ek as 'n speaker het 'n behoefte om te wil sien dat wijkskomitee items wat dalk vir die raad is, of wat dalk vir 'n komitee is, dat het sal kom en dat deurskemer in die stelsel in en dat ons daar aan aandag sal gee. Collega's, as daar niks meer verder is nie, ons is nou by afdeling C. Ek wil net die raad terugvat nie. Ek wil net vir u noem en ek het nagelaat voor ons by hierdie item kom. Ek het 'n skrywe ontvang wat handel oor Bokkomlaan. En ek gaan die skrywe verwys. Daar was 'n versoek dat ons dit moes bespreek het by die raadsvergadering. En na ek die skrywe bestudeer het, het ek nie die nodigheid gesien om dit hier te bespreek nie. Dat ek gaan het verwys na die direktoraat verantwoordelik korporatiewe dienste om daaraan dringend aandag te gee. So ek lig u net daaroor in. Die raad is nou in komitee en ek wil vir u baie sterkte toewens vir die res van die dag. As daar raadslede is wat net gou 'n body break wil vat, u is meer as welkom om net gou vinnig 'n body break te vat. Dit is nou 3:05, kan ons 3:10 terug is asseblief? Dit is 2 items. OK.
Speaker gesê, hy wil nie lang vergadering hou nie, 1 uur vir my. So ek moet instream.